Welkom bij Amsterdam Televisie op YouTube, op Facebook, op Twitter en de website amsterdamtelevisie.nl. In 1996 opende Amsterdammer Tom Leeflang, bekend van de shows of Londen op het Rembrandtplein in Amsterdam, samen met zijn zoon Tom Junior in Willemstad op Curaçao een horecaplein dat zijn weerga niet kende, de Keizershof. In 2001 zocht Amsterdam Televisie beide Tommen op om te kijken hoe het hen verging en maakte het feestje mee van hun eerste lustrum. Inmiddels bestaat het Keizershof niet meer. Dit is André en u kijkt naar Amsterdam TV. Take a ride for the summer in the sunny Caribbean. The music and the highlight, and never seems to end. Oh yeah, let it go. Come on, boy. I look to the ocean skyline, no clouds to be seen. Everybody laughing. Are a dream. Summer go, that's the way we're dancing. Summer go, go, full of romance. Summer go, find yourself in love. Summer go, go, do the summer dance. Crazy people across that magic mile. Everybody's going downtown. The carnival is wild, so wild. Summer go, that's the way we're dancing. Summer go, go, full of romance. Summer go, you find yourself in love. Summer go, go, do this summer dance. Mama's there with Papa. Yeah, Papa's getting down. Hey, let him go. And Mama turns to Papa. Hey, boy. Gozar.
Laat ik beginnen mezelf even voor te stellen. Ik ben Hans Strakke. Ik ben uitvoerder van mijn bouwmaatschappij Curaçao. Ik ben hier op dit project de uitvoerder geweest. We hebben de afgelopen anderhalf jaar hebben we hier eigenlijk voor een puinhoop hebben we een heel mooi project gemaakt, denk ik. We hebben daar een kleine fotoreportage hebben we staan. En misschien dat het leuk is om even daar wat beelden van te nemen ook. Zodat de mensen kunnen zien wat het geweest is. En we zijn er eigenlijk allemaal heel erg trots op dat het iets dergelijks zo mooi geworden is als het nu is. Het is heel veel werk geweest, maar een hele leuke ploeg. Die zijn helaas inmiddels allemaal natuurlijk weg, want het is voor ons een aflopend werk. Maar we hebben hier echt met een hele grote ploeg hebben we, dit werk tot stand gebracht. In samenwerking met Tom Leeflang en Andries Talanoy, die de opzichter is geweest, hebben we dit met z'n allen voor elkaar gekregen. Iets waar we allemaal heel erg trots op zijn. Morgen is waar jullie voor zijn, de opening. Iedereen heeft er heel erg hard naartoe geleefd. En we zijn allemaal blij dat het er eindelijk van is gekomen. We hebben wat probleempjes gehad, maar die zijn allemaal weer opgelost. Dus we zijn er helemaal klaar voor. Hoeveel mensen hebben aan dit project gewerkt? We hebben, ik denk met een gemiddelde bezetting van zo'n man of 50 ongeveer, hebben we hier continu gewerkt, een anderhalf jaar lang. We zijn met een klein ploegje begonnen. En dat is, daarna is dat wat uitgebreid en uiteindelijk op het laatst hebben hier al zo'n man of 70 à 80 rondgelopen. Maar gemiddeld heeft er hier toch zo'n 50 man continu in de rondte gelopen om het te krijgen zoals het nu is. Zijn jullie op schema uitgekomen? We zijn uiteindelijk ietsjes later uitgekomen. Ook dat heeft zijn redenen ook gehad. We zijn wat wijzigingen geweest. We hebben op sommige plaatsen wat later kunnen starten dan eigenlijk de bedoeling is geweest. Maar uiteindelijk zijn we toch allemaal voor de opening klaar en ik denk dat hetgeen is waar het om draait. Het is nu helemaal picobello. Suluk is de naam van de Haitiaanse keizer die hier ooit met zijn gevolg heeft gewoond. Daar is ook de keizershof van afgeleid. Hiervoor heeft, op waar nu de parkeerplaats is, heeft een pand gestaan. En er is ooit een Haitiaanse keizer, althans die man noemde zich keizer. Het was niet echt een keizer, maar die had zich die naam toegekend. Die is hier ooit naar Curaçao gevlucht vanwege wat problemen op Haiti. En die is hier toen terechtgekomen. En vandaar is de naam Keizershof ontstaan. En de exploitanten van het restaurant Suluk, die hebben Suluk Faustin de derde was het, meen ik. Ik weet niet precies meer, maar dat was zijn naam. En vandaar dat zij die naam voor hun restaurant hebben gebruikt. Op de verdieping bevinden zich twee appartementen. Als we dan iets doordraaien, dan zien we in het grote pand, daar bevinden zich twee barren. Een pianobar en een bruin café. Ja. En ook op de verdieping bevinden zich daar vier appartementen. En als laatste waar we hier voor staan, dat is de Hoogstraat 7. Daar is een visrestaurant gesitueerd en op de verdieping ook weer vier appartementen. En zijn het appartementen, kun je die huren? Appartementen is de bedoeling dat die voor bij een reisorganisatie worden verhuurd. Dat voor vakantiebestemming is voor mensen die naar Curaçao toekomen. Het is omdat het allemaal horeca, er gaat natuurlijk toch wel wat 's avonds gebeuren, wat muziek en zo. En echte wonen is dat waarschijnlijk niet zo erg geschikt. Dus, en als je op vakantie bent is dat natuurlijk heel leuk dat je een terrasje hebt, een restaurantje waar je wat kunt eten en wat muziek 's avonds. Dus dat is de achterliggende gedachte daarvan. Perder, encontrar, lambando está.
estarei ao lembrar que esse amor por um dia, um instante foi symbolisch het Keizershof te openen. En mag ik daar u vast een medelijdend applaus voor, dames en heren, de Vice Premier van Curaçao. Tom, je bent hier nu 5 jaar in Curaçao. Zijn je verwachtingen uitgekomen? Nou, het is wat moeilijker geweest. Maar we zijn met z'n tweeën begonnen, hè? Met Tom en ik samen, hè? Dus 2 Tommen, Tom en Tom. Zo heten we ook hier op Curaçao. Maar de verwachtingen, ja, het is fantastisch hier. Maar we zijn in het diepe gegooid. Het is toch Zuid-Amerika, zo moet je het zien. We zijn in het diepe gegooid, moesten weer opnieuw leren zwemmen. We hebben er heel hard voor moeten vechten. Absoluut niet makkelijk. Maar we hebben prachtige horen gaan bedrijven, dacht ik. Die moeilijkheden, die diepe dalen die je ook meegemaakt hebt hier in die 5 jaar. Kun je daar iets over vertellen? Op welk vlak lag dat dan? Nou, moeilijk. Tuurlijk, je hebt het zwaar. Omdat je toch in een heel andere cultuur terechtkomt. En de dollar die is zo enorm gestegen tegenover de periode dat wij kwamen. Dus dan is het natuurlijk toch even heel moeilijker. Toerisme is iets teruggelopen, we hoeven er niet omheen te gaan. Dat Curaçao in een dieptepunt gegeven moment zat, waar we nu weer heel langzaam uitkruipen. Maar het is, wordt gewoon heel, vind denk ik, heel erg mooi. Maar die moeilijke periode, zeker door dat geld, door die dollar, is dat toch heel moeilijk voor ons geweest. Dan ook nog eens een keer dat wij hebben 5 horecabedrijven en waar we verschillende in het begin van verhuurd hebben. En dat toch de meeste mensen denken, en dan praat ik puur over Nederlanders, van dat ze in een lui lekkerland terechtkomen. Ik doe het open en ik loop vol. En zo is het dus niet. Je moet er echt voor werken hier. En ik denk misschien nog wel harder voor werken dan in Europa. Ik zal niet zeggen Nederland alleen, maar misschien nog wel harder. Maar als je dat gewend bent, is het wel prettiger. Want het is hier sfeervol werken. Het is hier zo leuk. De mensen zijn misschien voor een ander toch wat vreemd overkomend. Omdat ze niet dat Nederlands spreken wat iedereen verwacht. Maar zo vriendelijk en aardig. En dan roepen ze van ja, Curaçao, roven en je moet opletten. En dan zeg ik direct, ik denk dat we in de hele wereld op moeten letten. Want ik heb hier nog niet zo relaxed en makkelijk en fijn gewoond als op Curaçao. En ik heb het hier best naar mijn zin. Ronald, Keizershof 5 jaar. Je was hier al eens eerder geweest in Curaçao? Nee, toen die open ging, Tom, was ik zelf net open gegaan met mijn eigen zaak. En toen kon ik er niet bij zijn. Hij had me aangenomen, had hij me. Maar voor mij de eerste keer hier. Je hebt een paar optredens verzorgd. Kun je daar wat van herinneren? Wat was de leukste optreden, zeg maar, van je hier? Ja, het allemaal was leuk. We hebben bij Van der Valk hadden we goed optreden, echt een feest. Ik denk dat er 200 man binnen waren. En dat was heel gezellig. Ik heb vanavond televisie bij me, dames en heren. Uit Amsterdam vandaag meegenomen. Amsterdam TV is binnen. Hallo Amsterdam TV. Alles goed daar ook? Dus geen enorm groot applaus. Dik voor de geld! We gaan een beetje heen en weer met een zoontje. We gaan een beetje bewegen. Jawel. Links. Rechts. Links. Okay. Het is vannacht weer eens een keertje echt goed raak geweest. We zaten wat te drinken, toen werd het al gauw een oud feest. Nu lig ik in bed te draaien, ik heb visioenen,
in mijn hoofd. Van een schone moeder die mij steekt, van mijn vrijheid in de rook. Maar wat zie ik op mijn kussen? Het lijkt wel of het praat. Een engeltje dat zegt, kom luister naar mijn goeie. Oké, dan gaat het hele zootje hier, kom op dan. Oh ja. Schone moeder naar de raam en de ijskast erachteraan. Laat je eigen maar helemaal gaan. Gooi je schone moeder uit het raam en de ijskast erachteraan. Had die fles nou maar eventjes aan. Gooi je schone moeder uit het raam en de ijskast erachteraan. Laat je eigen maar helemaal gaan. Gooi je schone moeder uit het raam en de ijskast erachteraan. Laat die fles nou maar eventjes aan. Gaat geweldig, gaat geweldig jongens hè. Die nacht waren al mijn problemen zomaar opgelost. Nu is het vrijdagavond, is ondergaan vrijdagavond, ja. En we zijn weer vlieg los. Mijn schone moeder weer op visite, zoals elke dag. En een goede reden dat ik een glaasje extra drinken mag. En ik denk weer aan mijn kussen, als ik even liggen ga. Dit engeltje dat zegt, we gaan weer naar de nieuwe vaart. Oké, laat je handen zien, we gaan hoor. Oh, en laat je horen. Ja, geweldig zeg. Laat je eigen maar. En ook jullie, kom dan, laat je horen. Gooi je. Laat die fles nou maar eventjes staan. Gooi je schoonmoeder uit het raam en de ijskast erachteraan. Laat je eigen maar helemaal gaan. Gooi je schoonmoeder uit het raam en de ijskast erachteraan. Oké, nog eentje voor alle Belgen vanavond op zijn Belgisch. Gezellig hebben. Hallo Belgen, laat je horen. Hey, ja, la 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 la. Ja. Voor alle bellen gedaan. Komen we nooit verder, weet je dat? Avoef. Avoef. Gooi je schoonmoeder uit het raam en de ijskast erachteraan. Laat je eigen maar helemaal gaan. Gooi je schoonmoeder uit het raam en de ijskast erachteraan. Laat die fles nou maar eventjes staan. Hopzee! Tom Junior, jij bent hier ongeveer 9 jaar geleden naar Willemstad gekomen om het zeg maar rustig vervallen complex Keizerhof nieuw leven in te blazen. Hoe ging dat in zijn werk? Het is iets meer dan 9 jaar geleden. 21 maart ben ik hier 9 jaar.
was ik hier 9 jaar. Vandaar ook dat toen destijds de opening was gepland op 21 maart. En ja, ik was eerst vanuit Nederland ben ik bezig geweest om alles te regelen. Een paar jaar daarvoor hadden we al het plan om te gaan restaureren. En vanuit Nederland is dat heel moeilijk. Er zit 9000 kilometer ertussen. Nou, het stagneerde allemaal een beetje. En toen heb ik gezegd van nou, ik ga naar Curaçao toe. Ik ga daar wonen en ga kijken of ik het binnen een jaar op de rails heb. Is dat niet het geval, ga ik terug en dan verkopen we het. Nou, dat is gelukt. Ik had in die tussentijd een mooie baan gekregen bij de Capriles Kliniek. Dat is wij noemen het dan een gek huis. Maar ja, ik zag het nog steeds als een kliniek. En daar werkte ik als chef-kok. En alles wat met eten en drinken te maken had, diëten maakte ik allemaal. Dus het was een prettige baan, daarom ben ik gebleven. Jullie bestaan nu 5 jaar. Er is in die 5 jaar wel wat veranderd. Jullie zijn ook meegegaan met de techniek, zeg maar. Je hebt, heb ik gezien, aan de overkant van waar we zitten, een internetcafé. Wordt daar veel gebruik van gemaakt? Ja, heel veel. Het is eigenlijk net in opkomst op Curaçao. Het computergebruik ligt nog niet zo hoog als dat het in Nederland ligt. Dus ook veel mensen van het eiland, niet alleen toeristen, maar ook veel mensen van het eiland komen heel graag ze bij ons even lekker zitten internetten. We hebben hele snelle aansluitingen, zeker voor het eiland. Dus ja, iedereen vindt het toch wel even prettig om bij ons lekker te komen mailen en wat dingetjes te leren. And when I die, I keep on living. You'll always have my love. Seeing you through, seeing you through. I'll be your angel up in heaven. Forever all my love will shine on you. Baby, I love you. Yes, I do. And when I die, I keep on living. You'll always have my love, seeing you through. I'll be your angel up in heaven. Forever all my love will shine on you. Baby, I love you. Ooh. Baby, I need you. Yes, I do. Guess mine is not the first heartbroken. My eyes are not the first to cry. I'm not the first to know. There's just no getting over you. I'm hopelessly devoted to you. Come on. But now there's nowhere to hide since you pushed my love aside. I'm out of my head, hopelessly devoted to you. Save the life, she nearly drowned. But he-
De maan werkt ook niet mee. Overal geluiden, takken kraken en de stem zegt heel dichtbij: voodoo time. Ja, wat doe ik hier? Dom, 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 ik kwam voor mijn plezier. Wow, wat doe ik hier? Ik kwam voor mijn vakantie. Wow, wow, wat doe ik hier? Dom, 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 ik kwam voor mijn plezier. Wow, wat doe ik hier? Ik kwam voor mijn vakantie. Meer niet. Wow, wow, wat doe ik hier? Suena como esa ropa mía, la historia de un compromiso. You drag it out. Wanna try it out.
We hebben hier op het eiland één keer per jaar een grote salsa festival. En die tijd daarvoor. En daarna is salsa heel populair en dan zakt u weer. En dan blijft het gewoon dus voor lessen, voor de Nederlanders die hier komen. Maar om echt feesten van salsa te gaan dansen, dat is niet populair hier op het eiland. De muziek dat men hier draait is heel gevarieerd. Ja, dus je krijgt de salsa, de merengue, je hebt ook een nieuwe ritme, dat noemen ze ritmo combina. Ja. Dus gecombineerde ritme. En eigenlijk hier draait men van alles en nog wat. Ja, dus je zal niet een avond naar een feest gaan en dan de hele avond salsa of de hele avond merengue horen. Ja, maar kijk, als je de salsa kunt dansen, of als je die stappen kan dan kun je eigenlijk alles dansen. Applause, our friends from the island of Curaçao.
shines until tomorrow. Let it be. Awake to the sound of music. My Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be. Let it be. Let it be. Let it be. Robert Leroy, ook bij Keizershof, 5 jaar. 5 jaar geleden was hij er ook bij. Kun je daar nog iets van herinneren, hoe dat ging? Ja, wat ik kan herinneren is dat ik hier aankwam en echt zoiets had van, jongens, wat ziet het er hier fantastisch uit. En een zware klus geweest, gezien de foto's die ik gezien heb, hoe het eruit zag. Hebben de twee heren het fantastisch goed gedaan. Hoe is het deze week verlopen? Ja, super. Ik bedoel, ik weet vanaf de tijd van de Shorts of London, waar denk ik heel Amsterdam Tom Leeflang van kent. Twee vakmensen en dat hebben ze weer bewezen. En ik denk ook in die 5 jaar dat ze gewoon weer hier gewoon sowieso in Curaçao bewijzen dat ze het aankunnen. En helemaal top, super. Wat is nou je leukste ervaring van deze week? Dat was van vanmiddag. Nou, jullie waren er natuurlijk bij, jullie hebben ook gefilmd. Gewoon dat ongedwongen op het strand zingen met geluid. Nou ja, daar gaan we het niet over hebben, Curaçao's geluid om het zo te zeggen. Maar gewoon alles voor de lol en voor de fun. Niets dat moet en dat vond ik het leukst. Ik ben hier 6 jaar geleden voor het laatst geweest op Curaçao. En toen viel het me op dat het een beetje verpauperde bende was. En ik zie gewoon dat met dit bijvoorbeeld hier een stukje Nederland op Curaçao. Dat het gewoon helemaal top is. Dat je ook ziet dat de buurt daardoor een beetje opknapt en zo. Ik vind dat heel goed. Maar je moet wel lef hebben en je moet heel veel tegenstrijdigheden en bergen overwinnen. En daar zijn ze goed in, die twee mannen. Is het lang geleden, is het lang geleden. In de zomerzon ging het bim bam bom. Tikken tak al die nachten, hoe lang zou het duren? Tikken tikken tak en toen bim bam bom. Tikken tak al die nachten, bleef ik op je wachten. En toen bim bam bom, de tijd kwam om. Dat was hem. Now goodbye.
looks never lie. Wat vond je nou van deze week? Nou, een van de leukste. Ja, het was allemaal natuurlijk prachtig. Maar wat was voor jou nou, als je erover denkt, het moment dat je zei van ja, dit was fantastisch. Voor jullie. Ik denk voor ons het mooiste was. Tentjaar is dus een hele mooie, grote groep. Goede groep. Toppers in de wereld. We hebben, ik weet niet wat, verkocht aan platen. Aan, zeker die You. En You hebben ze veranderd voor ons. En daar hebben ze eigenlijk ons bij betrokken. En dat hebben ze ons nu aangeboden. En dat wil ik toch graag even laten zien.